Marloes van Maren van Schoonheidsinstituut Étoile in Dronten. Goedemiddag. Goedemiddag, heren. Nou, nog eventjes, denk ik, ook voor jullie. Ja, ik ben super blij. Helemaal puppel de puppel. Ja, weet je dat we weer mogen beginnen woensdag. Want het was nog eventjes een beetje spannend. Want aangezien ze allemaal een beetje de regering naar het buitenland kijken, dacht ik van nou, dan worden dat alleen de kappers. En dan mogen wij niet. Maar dat had ik toch wel heel raar gevonden. Ik bedoel, dan mag ik wel naar de tandarts bijvoorbeeld. Of naar de, hè? En de tandarts mag niet bij mij. En dan denk ik, ja, wat is het verschil? Ja, is de hele salon netjes afgestoft? Helemaal, maar ja, dat was natuurlijk al. Maar, en ik heb een heleboel veranderd, hè. Dus voor heel veel klanten is het natuurlijk wel heel erg leuk als ze straks komen. Dat, ja, ik heb alle andere kleuren genomen, warmere kleuren. Ik had echt behoefte aan een beetje warmte. En ja, dus het is allemaal een verrassing voor hun. Zijn er nog wat extra dingen die je moest aanschaffen of extra dingen die veranderd zijn? Vorige lockdown werkten we natuurlijk al met mondkapjes op. En dat deed ik ook al voor de lockdown, hè, voor verschillende behandelingen. En werkte je ook met handschoenen aan. En wat ik nu wel nog even extra heb gekocht is een soort scherm. Wat ik dan achter kan op mijn toonbank kan zetten. Hè, dan is de afstand toch iets kleiner. En, maar voor de rest, ja, we werken 1-op-1. En mensen moeten hier allemaal lijsten invullen. Hè, ja. Zoals er wat is, kunnen we het allemaal traceren. Ja. En voor de rest, ja. Voor de mensen die meekijken, het scherm is wat groot uitgevallen. Het is een soort Chinees reisscherm geworden, hè? Wat er in de hoek staat. Waar? Oh, dat scherm. Ja, dat kan ook nog. Daar ga je af en toe zelf achter staan. Ja, ik ga achter zitten. Dan gooi ik zo af en toe er wat overheen. Zo, maar nou, zoek het maar uit. Ja. Lampje erachter. Nou, de salon zit vol. Marloes, waar wil je het over hebben? Nou, we zijn natuurlijk helemaal plat gebeld door natuurlijk je klanten. En ook door heel veel nieuwe klanten, moet ik zeggen. En ja, ik kan natuurlijk niet iedereen gelijk helpen. Dus toen dacht ik van, ja, weet je wat je thuis natuurlijk nog nu kan doen? Is natuurlijk een peeling. En ik wilde even hebben over de verschillende soorten peelings die er zijn. Je hebt dus mechanische peelings en natuurlijk peelings die je met apparatuur doet. En de meeste bekende daarvan is wel een microdermabrasie. En een microdermabrasie moet je je voorstellen dat het een apparaat is waar een klein pennetje aan zit, een tuutje. En daar komen korreltjes uit. En die worden dan op grote kracht op jouw huid gespoten. En tegelijkertijd trekt die ook vacuüm. Dus je bent ook op de doorbloeding bezig. Wij noemen dat zandstralen. Ja. Zandstralen, ja precies. Ik zeg het ook vaak, maar dat is een soort zandstralen wat je doet. En daar krijg je vaak wel heel erg mooie resultaten mee. Daarnaast, als je een hele gevoelige huid hebt, zou ik dat niet 1, 2, 3 gaan doen. Want het is toch best wel dat je na de behandeling dat de huid wat schilferig wordt. Ja, dus je zal ook altijd een goed product met hyaluronzuur moeten gebruiken. Maar er is nog een andere oplossing en dat heet de Oxygeneo. En dat heb ik jullie wel eens verteld. En dat is een soort geperste korrels. Het lijkt een beetje op een soort Wilhelmina-pepermuntje, zeg maar. En daar zitten alle werkstoffen in. En dan maak ik ook eerst gebruik van een bepaalde gel. Een bepaalde waar ook vitamine C bijvoorbeeld in zit. Dat doe ik eerst op de huid. En daarna ga ik met dat apparaatje over de huid heen. Dat roteert en dat trilt wat. En dat is gewoon wat minder gevoelig voor mensen die een hele... Maar dat draait op je huid, zeg maar. Ja, ja, het trilt als het ware op de huid. Het heeft een soort ritme. Ja. En dan ga ik ermee bewegen, draaien, zeg maar. Oké. Okay. Maar dan moet eerst de huid voorbehandeld zijn. Even in de primer. Ja, je gaat eerst de huid goed reinigen. Dan doe je die gel, de specifieke gel, doe je daarop. En dan ga je met, het is een heel plat, ja, Wilhelmina-pepermuntje, zeg maar. Dat zit op een apparaatje. Ja. En dat lost ook op. Hij gaat ook de verbinding aan met de gel die op je huid zit. Dus ja, is gewoon een hele mooie peeling. En voor wie is dat voornamelijk bestemd dan? Dat kan eigenlijk wel voor iedereen. Die kan eigenlijk wel voor iedereen. Oh. En hij zorgt ook nog gelijk, doordat hij ook een soort afgifte geeft van een bepaalde afvalstof van zuurstof, dat er een soort zuurstoftekort ontstaat, waardoor je meer zuurstof ook naar die plek toe gaat vanuit jezelf, zeg maar. Dus je maakt gebruik van je aanwezige zuurstof van jezelf. Hmm. Kijk, ik kan geen zuurstof in je huid pompen, dat gaat niet. We kunnen het inademen, maar we kunnen dat niet. Met een fietspomp, ja, zoiets. Ja, nee, dat gaat echt niet. Sommigen beweren van wel, maar dat gaat toch echt niet. Nee. Goed. Daarnaast heb je ook fruitzuurpeelingen. Daar heb ik het ook wel eens over gehad. Ja. En dat is een prachtig middel. Dat gaat wat dieper als de microdermabrasie.
En dat is super voor mensen die bijvoorbeeld pigmentvlekken hebben. Daarmee kan je werken bijvoorbeeld met een amandelzuur op een oppervlakkige peeling. Je kan werken met salicylzuur, bijvoorbeeld voor mensen met acne. Je kan werken met melkzuur. Nou, je hebt zoveel verschillende soorten. En ze hebben ook allemaal een bepaalde diepte waar ze in je huid komen. De een blijft wat oppervlakkiger dan de ander. Dus ja, nagelang het probleem pak je een fruitzuurpeeling. En bij de een ga je heel erg vervellen. En bij een ander niet. Dus het hangt er maar af. Het klinkt wel allemaal een beetje pijnlijk. Of is dat van het wel een zuur? Nee, het nee. Ja, maar vaak denk je bij het woord zuur. Maar ja, dat denk je ook bij vitamine C. En mensen slikken natuurlijk heel veel vitamine C. Maar het is eigenlijk ook een ascorbinezuur. Ja. En niemand denkt er verder bij na. Maar het is wel een heel zuur iets. Maar het hoeft niet altijd schadelijk te zijn. Als je brengt een beetje wel, en dat doe je natuurlijk ook met microdermabrasie, een beetje gecontroleerde schade, zeg maar, op die huid. Ja. En die huid, die, nou ja, die denkt niet, maar zo vertel ik het dan maar. Die denkt van, oh wauw. Wat gebeurt er? Ik moet wat gaan doen. Dus die gaat reageren. Ah, oké. Heel Nederland loopt op het moment de winkels plat of vraagt bij iedereen over het vitamine A-zuurpeeling. Omdat Chantal Jansen heeft dat afgelopen week weer ergens geroepen. Ja, precies. Nou ja, vitamine A of retinol, hè, zoals het is natuurlijk afgeleid van retinol. Van vitamine A, sorry. Dat hoor je wel vaak, hè, retinol. En dat is gewoon een perfect middel wat goed door de huid heen komt en wat zeker resultaat geeft. Dus. Okay. En ik heb vaak een peeling wat ik geef, zit vaak een combi van. Hè? 1% zoveel, 10% daarvan, 3% daarvan. Dus het is een combi. En ja, is gewoon mooi. Maar als je echt de echte vitamine A hebt, ja, dat moet dan via de huisarts. Ja, ja. Want ik hoorde ook veel mensen, met name dat ze weer in de zon hebben gezeten de afgelopen dagen. En zeggen, ja, die sproetjes. En eigenlijk vind ik sproetjes toch lelijk. Helpt het daar ook tegen? En is dat verstandig om dat weg te halen? Nee. Wij als professionals, zeg maar, mogen wij niet aan moedervlekken komen en aan sproetjes komen. Kijk, je kan wel een pigmentvlek weghalen of een ouderdomsvlek, maar dat soort dingen gewoon niet. Ik vind sproetjes hartstikke leuk. Dan ga ik er niet weghalen. Ik vind het mega sexy. Ja, Chantal Jansen vond het oerlelijk. Ach, ik begrijp niets van. Ik vind het mega sexy. Ja, ik ook, eerlijk gezegd. Nou, ik heb ooit eens iemand gezien die had het gewoon permanent met permanent make-up allemaal sproetjes laten maken. Ja. Dat gaat niet zo ver, maar ja, weet je. Maar het hoort een beetje bij, hè? En het is niet gezegd dat dat altijd maar wegblijft, hè? Weet je, dat is met alles zo. Het komt gewoon op de. Het blijven. Als je op pigment gaat werken, dat is een van de moeilijkste dingen. En je kan het wegkrijgen, maar als die mevrouw één keer vergeet haar serum te gebruiken, hè, wat werkt bijvoorbeeld als een soort parapluutje boven die pigmenten. Ja. En je sunblocker, nou, dan komt het gewoon heel snel weer terug. Dan zie je heel langzaam, zie je zo die pigmentvlek een beetje inkleuren en gaat het weer. Ja. Ik bedoel, het blijft altijd een plek die pigmentgevoelig is. Het maakt me niks uit. Chantal Jansen met of zonder sproetjes. Zolang ze er maar is. Ja, absoluut. Zeker. Goed. Jij ook, Marloes. Ga weer achter je schermpje.